De oprukkende radicale islam vraagt om een aanpassing van ons asielbeleid. Wat er de laatste decennia met christenen in de islamitische wereld gebeurt, heeft wat mij betreft trekken van een genocide, een volkerenmoord. Met regelmaat hoor je van groepsexecuties in landen als Irak of Nigeria. Bekering tot het christendom is in een islamitisch land verboden. En voor je het weet zit je in een gevangenis voor belediging van de profeet Mohammed of de Koran. In Irak heeft deze ontwikkeling al tot een massale uittocht van christenen geleid. En het is te vrezen dat in een land als Syrië hetzelfde staat te gebeuren. Ten tijde van Saddam Hussein leefde er in Irak ongeveer 1,4 miljoen christenen. Intussen heeft zeker 2/3 van hen het land verlaten. Van de resterende 400.000 zitten er 100.000 als ontheemden opgesloten in de ghetto's van de Ninive-vlakte. Genocide is een zwaar, misschien te zwaar woord voor deze gebeurtenissen. Maar van een opjaagstrategie tegen christenen mag je toch best spreken. Een ware exodus is het gevolg. Velen, ook moslims, vrezen daarom dat er straks geen christenen meer in Irak over zijn. Behalve dan misschien diegene die onze minister Leers toch nog terug wil sturen. Erkenning van de christenvervolging in islamitische landen hoort daarom dé prioriteit te zijn in ons asielbeleid van de komende jaren.